mantelzorger 2020 Amsterdam Zuidoost en de live show vanuit New Metropolis in Pakhuis De Zwijger. Ja, ik ben helemaal van mijn apropos. Het is super. Ik zie allemaal mensen daar online. Ik ben Graciela Hunsel. En namens Xiomara Spalburg, de getrouwe en de gemeente, heten we jullie van harte welkom bij dit prachtige live event. Het is een bijzonder gebeuren. Bijzonder omdat door de huidige pandemie wij thuis zitten en niet samen met elkaar dit event kunnen vieren. Amsterdam Zuidoost is een plek die bruisend is met heel veel lieve mensen. En als ik zeg bruisend en lief, dan is de volgende gast degene waar ik het over heb. Onze stadsdeelvoorzitter, mevrouw Tanja Jatnanan Singh. Nou, hartelijk dank. Wat een ontzettend mooie manier om welkom geheten te worden. En natuurlijk ben ik heel erg blij dat ik u allemaal mag toespreken. U allemaal die thuis zit en waarschijnlijk geniet van een heel erg lekker diner. Een aantal van u. Anderen misschien iets minder. Die hebben niet die prachtige VIP-box gekregen. Maar zijn natuurlijk wel VIP voor ons allemaal. Vandaag vieren we dat ook. Hè? We vieren dat we voor elkaar mogen zorgen. We vieren de mantelzorger. En als je eigenlijk denkt aan een mantelzorger, dan denk je aan het woord mantel. En wat is een mantel? Een mantel is een beschermjas. Iets dat beschermt tegen regen en wind. En die bescherming die hebben we hard nodig. En het is prachtig dat mensen zich willen inzetten met zoveel toewijding, passie en liefde voor de ander. En dan vind ik het als stadsdeelvoorzitter erg bijzonder dat u vandaag in het zonnetje wordt gezet. En dat is niet meer dan logisch. Wij willen u ook dan als stadsdeel Zuidoost heel erg bedanken voor alles wat u doet om eigenlijk ons stadsdeel, onze mensen in dit stadsdeel, net een prettiger leven te bezorgen. Uw liefde, uw compassie, uw warmte, die vieren we vanavond. En om dat te doen, ga ik niet voor u zingen, gelukkig maar, want dat zou niet fijn worden. Maar we hebben wel een prachtig, prachtig drietal voor u. Ze gaan onder de naam, en ik hoop dat ik het goed zeg, Soul Sound Choir. En het zijn maar drie mensen. Terwijl je zou denken, hey, een koor, dat moet minstens 10. U krijgt van ons wel een 10, omdat u die mantelzorger bent. Maar zij staan niet met 10. Hoewel eigenlijk 3 is in het Hindoestaans ook 10. Ik doe 10. Maar dat terzijde. Grapje mag ook vanavond. Juist omdat we die glimlach op uw gezicht willen toveren. Omdat wij met een grote glimlach naar u kijken. En het is mij een eer en een genoegen om dit koor, dat dus maar uit 3 bestaat, vanwege corona, helaas. Maar ze zijn er en ze gaan zingen alsof het een heel koor is. Ik vraag uw aandacht en uw liefde en uw warm applaus voor dit drietal. En dan hoop ik dat ik hun namen goed heb onthouden. Erwin, Priscilla en Rick. Een hele mooie avond toegewenst. Ja, we gaan vandaag wat gospel nummers voor jullie zingen. Wij zijn Soul Sound Choir. Het eerste nummer, Call on the Lord. En daarna nog wat andere nummers. When you're weary and discouraged and you're feeling down and low, when your friends forsake you and you have no place to go, when your burdens feel too hard for you to try and bear, just call on the Lord and He will be right there. Just call on the Lord and He will be right there. There have been times when I felt so alone. Tell me about it. Oh, when I'm feeling like all my hope is gone. I laid awake in my bed at night. I was wondering, 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 wondering if everything would be alright. Then the Master, yeah, He calmed the sea. Oh, yeah. Heaven and He rescued me. Just call on, call on, call on the Lord, and He will be right there. There are times
stand alone. Although we've done no wrong, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, stand by me, stand by me. There are times we stand the test, even when we do our best. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, stand by me, stand by me. If you don't know, open up your heart and let Jesus walk on in. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, stand by me, stand by me. Oh Lord, oh Lord, stand by me while I walk this lonesome road. Oh Lord, oh Lord, stand by, stand me, by me. Help me to bear, help me bear this heavy, this heavy load. Up. Help me to drink. Help me drink this bitter cup. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Stand by me. Stand by me. Hallelujah. Hallelujah. Va a celebrar e fiesta di Dios. Hallelujah. Hallelujah. Nunca è lo sky. Hallelujah, 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 un singi dat na un tangi fuyu. Hallelujah, hallelujah. If everything else fails, I can go to the rock. If everything else fails, I can go to the rock. When troubles surround me, I can go to the rock. God promised that He would keep me. If I abide in His holy word, no matter what the problem, I can go to the rock. And now we're going to sing about a happy day. Ik denk dat jullie allemaal dit nummer wel kennen. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, oh when He washed, when Jesus washed, Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Jesus washed, oh, when He washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, He taught me how to watch, fight and pray, how to watch, how to fight, how to pray, and He taught me how to live rejoicing. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
Soul Sound Choir. Laat je horen, laat je zien dat jullie applaudisseren daar in die huiskamer. Dank jullie wel. Want wat genieten wij van jullie. Soul Sound Choir, Priscilla, Rick en Erwin, dank jullie wel. En groetjes aan de rest van de leden van het koor die vandaag heel graag hier ook geweest zouden zijn. Ik ga naar de wall, naar de video wall hier achter me. Ik zag superveel gezellige mensen en jullie eten. Hoe smaakt het? Als het lekker smaakt, even duimpje omhoog. Ja, dat heeft de cateraar 5 broden, 4 en 2 vissen hartstikke goed gedaan. Gisteren was het een hele opgave om 250 boksen langs te brengen bij de lieve, lieve mantelzorgers in Amsterdam Zuidoost. En ik zeg, en een beetje daarbuiten. Maar dit was het. Samen en dan toch in die veilige omgeving van je eigen huis. We gaan genieten. We gaan genieten dit uur. Maar eerst gaan we kijken hoe het is om mantelzorger te zijn in coronatijd. Kijk, elk ga ik mijn hoofd slaan op een tafel of tegen een muur. Ik ga weer, ik kom niet terug. Ik heb gezorgd dat hij een goed leven heeft gehad. Dat was voor mij belangrijk. Mantelzorgen. Mantelzorgen doe je niet zo 1, 2, 3. Je moet er veel voor laten, veel voor doen, maar vooral het hart op de juiste plek hebben. Als je dat niet hebt, lijkt het me heel moeilijk. In deze aflevering hebben we het met mevrouw Badal over mantelzorgen voor de coronatijd en mantelzorgen tijdens de corona. Ik had een heel grote hoop dat het goed kwam met mijn man. Jaar in, jaar uit. Maar door die aanvallen die hij kreeg, ging het steeds bergafwaarts. Ik heb zoveel gehuild, ik heb geen tranen meer om te huilen. Ik zeg alleen maar vaarwel, vriend. Ik wist niet eens dat de mantelzorg bestond. Wat houdt mantelzorg in? Ik bij mij ging het, het is mijn man, we zijn getrouwd. Tot de laatste adem, weet je. Dus ik dacht, hij is ziek, ik moet nu voor hem zorgen. Al die jaren heeft hij voor ons gezorgd, nu is het mijn beurt om voor hem weer te zorgen. En zo gezegd, zo gedaan. De eerste paar jaren heb ik alles alleen moeten doen. Ik had geen hulp, niks. Totdat ik een keertje door iemand aangesproken werd, waarom zoek je geen hulp? En toen heb ik gevraagd hoe of waar. En de persoon zei, maak contact met Madi. En zo kwamen die dingen dan. In die laatste drie jaren op gang dat ik Madi voor mijn maatschappelijk werkster zorgde. Voor ergotherapie, voor iemand die je stukken allemaal in orde maakt, stichting mee, stichting doen. Weet je, dus al die mensen heeft Madi voor mij gezorgd. Het was voor mij moeilijk om hem op te tillen en in de rolstoel te zetten. Dus toen heb ik hulp aan huis gevraagd voor therapie. Dat was voor de coronatijd. Na de coronatijd had ik geen enkel hulp. Alles was op mijn schouder. Niemand kwam meer thuis. Oh. Geen enkele instantie. Maar was dat ook niet nodig dan? Of? Het was nodig, maar in verband met corona kwam niemand. De bedrijven hebben het toen stopgezet om huis te bezoeken. Hoe heeft u toen gedaan dan? Alleen. En hoe deed u tijdens de coronatijd? Hè? Hoe deed u dan met bezoeken van familie, kinderen, nichten? Nou, mijn eerder zag niemand kwam over de vloer. Alleen mijn zoon. Mijn zoon alleen kwam binnen. En af en toe kwam mijn dochter. Af en toe toen. Maar zij was zelf niet goed. Dus daar hield ik er op een afstand. En die paar mensen die kwamen, die hielden, neem ik aan, rekening met de afstand, de 1,5 meter afstand? Ja, ik hield ze alleen tot de deur en wegwezen. Want ik weet niet wat voor hebben ze meenemen. Ja. Nee, en u ging zelf ging ook niet de deur uit, hè? Nee. Ik was gewoon een gevangene van mezelf. Want ik dacht, als ik de deur uit ga en ik krijg die ziekte mee, dan maak ik hem ook ziek. En om die reden ging nergens. Mijn zoon die deed alles voor me, qua boodschappen.
Uw man is inmiddels helaas overleden, ja, denken we. Maar u gaat door met mantelzorgen. Ja, ik neem de taak van mijn dochter over. Mijn dochter is ziek al jaren. Ik heb haar ook altijd begeleid, maar als je werkt, kan je moeilijk een volledige begeleiding geven. En nu ga ik het volledig voor haar doen. Ik ga haar helpen. Omdat haar man de hele dag werkt. Mijn zoon werkt. Wie heeft ze? Niemand. Ze heeft kip nog kraai. Dus dan neem ik de zorg van haar over. En dan blijft zij bij mij 4 dagen per week. En 3 dagen gaat ze bij de man. En kent u de wegen nu nog? Ja, ik heb al contact met Madi. Dus ik ga dit keer niet bij het begin beginnen. Direct naar Madi? Madi is mijn grootste hulp. Dankzij Madi in Zuidoost dat menige etnische minderheden gebruik kunnen maken, als ze dat nog niet weten. Uit liefde voor een ander zorgen, daar heb je soms wel hulp bij nodig. En in Amsterdam Zuidoost zijn er een aantal mantelorganisaties, mantelzorgorganisaties, die helpen. Die u helpen. Zoals mevrouw Badal al noemde, Madi. Maar we hebben ook Markant. We hebben Fenicultura, Aquabazorg. We hebben GAM TV, Hand in Hand. En we hebben zoveel meer. Dus als u af en toe denkt, ik heb hulp nodig, zoek ze op, want ze staan voor jullie klaar. En gisteren stonden er, nou, fantastische vrijwilligers van Venso klaar in de gaarkeuken van cateraar 5 broden, 2 vissen. Om ons te helpen met het inpakken van de 250 VIP-boxen die jullie gisteren en of misschien ook een beetje vandaag thuis hebben mogen ontvangen. Het was een hele klus, maar samen kom je verder. En voordat we gaan kijken naar het item, wil ik je nog even iets melden. Het is mogelijk om een chatbericht te sturen. Dat doe je dan rechtsboven in je beeld. Als het gaat om een specifiek nummer, een verzoeknummer, waarvan jij denkt, daar zou ik iemand blij mee willen maken vanavond. Dus chatten mag tijdens de live show van de Mantelzorg Amsterdam Zuidoost 2020. We nemen jullie mee naar gisteren. Dat is het helemaal niet. Vanaf oké. Nee. Hi, baby. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, we zijn vanuit de Madi ben ik hier zo om ook een steentje bij te dragen voor het inpakken van de mantelzorg, het pakketje, de 3-gangen menu die de mantelzorgers krijgen. En ja, daar ben ik dus even mee bezig om te ondersteunen. Lekker pittig. Ja. En dat doen jullie samen met ja. Venso, sta je hier dan? Ja. Ja. Het zit er allemaal in? Het zit er allemaal in. Er zit een ovenschotel erin. Ja. En het ziet er allemaal heerlijk uit. Lekker. En er zitten ook... Een drank is het dus er ook bij. Nou, we gaan straks even precies naar de inhoud kijken. Oké. Okay. Angel, ja. Schat, jij bent van Venso. Goedemorgen. Ik ben Angel. Ik ben van Venso Platform. Met het hele team zijn we gekomen vanmorgen vroeg uit de verre. En huppakee. Lekker klaar ervoor. Ja. Jullie waren er inderdaad al vanaf 8 uur. En kwamen best wel lekker op. Ja, het is al lopende band. Dus ja, als je het gewoon doet hoe het hoort, ben je zo blij. En dan speciaal voor de mantelzorger. Speciaal voor de mantelzorger. Fantastisch. Ik ben ook een mantelzorger, maar daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Ja. Nou, Angel, zullen we even samen kijken wat er in zo'n pakketje zit? Ja. We hebben hier een ovenschotel met kip. En dat zit een aardappelgratin zit erbij. Zitten lekkere verse groenten zit erbij. Als voorgerecht een heerlijke knolselderijsoep. En als toetje hebben we yoghurt met citroen en framboos. Super lekker. Daarnaast krijgen de mantelzorgers een mooi glas mee, zodat we morgen
kunnen toasten op de dag van de mantelzorg. Een leuk cadeautje met lekkere hotelslippers en natuurlijk wat om te drinken. En dat alles met liefde ingepakt door Fenso en Mari. Hartstikke goed. En we vonden dat van Vintage & Touch om het feestelijk te maken. Confetti. Hartstikke mooi, mensen. Joep. En dan pakken we het in. En ik geef het aan Fiomare door. Ja, dank je. Die gaat het zo bezorgen. Ja. Oké, okay, we gaan nu even naar de cateraar, want we zijn op bezoek bij 5 broden en 2 vissen. Welkom, welkom. Dank je. Wat betekent eigenlijk deze dag voor jullie? Wat is de link tussen mantelzorgers en 5 broden en 2 vissen? Ja, nou, ik denk wat een hele goede link is, is het feit dat wij altijd iets proberen terug te doen. En dat vooral vanuit het principe dat we er niks anders voor terug verwachten. Dus het is echt gewoon puur... Iets kunnen betekenen voor andere mensen die in dit geval ook echt hard werken voor mensen die het nodig hebben. Ja, fantastisch. Super. En, de naam zegt het al, het delen ook. En dat is ook precies wat precies. We doen. Precies. Ja, goed. Nou, ik hoop dat ze allemaal lekker kunnen genieten. Vast en zeker. Kan bijna niet missen. Ik heb het mogen volproeven en het is heerlijk. Heel fijn. Dus, super. Ja. Dames, ik neem een pakketje van jullie mee. Dat geef ik dan aan de bezorger. Ja. Hey, dankjewel. Succes verder. Doei. Hier hebben we ook nog allemaal pakketjes staan die opgehaald moeten worden. Hey, hallo dan. Ik heb nog een pakketje voor jou. Dat is fijn. En waar gaat dit pakketje naartoe? Nou, wij van BBB Post gaan dit pakketje bezorgen voor alle mantelzorgers in Amsterdam-Zuidoost. Ja, helemaal top. Volgens mij doen jullie ook nog een ritje in Amsterdam zelf. Ja, hè? Klopt. Ja, voornamelijk in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Ja, klopt. Helemaal goed. Succes. Dankjewel. Doei doei. Thuis zitten te genieten van een heerlijke knolselderijsoep, een lekkere gegrilde kip of een vegetarische versie en ook een heerlijk toetje. Zou ik de mantelzorgers kunnen zien op de wall? Kijk hoe ver ze al zijn. Zijn sommigen al met hun toetje bezig? Ik ga lekker hier kijken. Ik ga gewoon voor jullie zwaaien hoor, want ik vind het heerlijk. Want normaal gesproken heb ik mijn publiek voor me, maar nu is het een digitaal publiek. Dag meneer Jansen, ik zie uw hoofd. Albert Jansen, hallo, welkom. Welkom Shirley Vermeer, mevrouw Bendanon, Melita, ik zie Jason, ik zie Trey Samuel, Ulenberg, Jessica Marcus, Bureau Just Mart, Jan zie ik, Marijke Autaar. Zijn er nog meer mensen die we moeten groeten? Kunnen we nog een paar zien, want we zijn met 250. Ja, Gijs van Deuren, Maureen Hubert zie ik, mevrouw Irene Jeffrey, Jessica, de iPhone van Lien, Sherida Stuger. En waar zijn al die andere mensen? Zijn ze nou aan het eten dat ze hun camera niet aan hebben? Doe je camera gezellig aan, want wij doen het voor jullie vanavond. Sinds februari zijn we bezig met de voorbereiding, zodat jullie vanavond een topviering kunnen hebben. En als ik zeg een topviering, dat betekent dat we nu voetjes van de vloer gaan doen met Lavinia, Helen en Nora van de Rolling Crew. Give it up! Laten we jullie zien in die huiskamer! Yeah! Mamae, Subimos, subimos, subimos. Llame, 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 llame.
Mag ik jullie thuis zien? Een applaus voor Rolling Crew. Ik heb die moves in me. Ik voel hem. Thank you, ladies. Thank you, ladies. Lieve mensen daar thuis in jullie huiskamer. Als het goed is, heeft iedereen een glas gekregen in hun VIP goodie box. Mag ik hem zien? Pak even je glas. Kijk, Melita heeft dan een glas vol. Heerlijk. Mag ik jullie glazen zien? Ja, die gaan we zo meteen aan het einde van de afleveringen van de live show gaan we heffen met elkaar.
elkaar. Dan gaan we het glas heffen op ons. Op de inzet die we geven aan anderen. En de liefde die we delen met anderen. En als je die liefde zou willen delen door middel van een nummer. Dus een song, een special song aan te vragen. Doe dat in de chat van deze Zoom. Dan komen we zo bij je terug. En dan geef ik een special request aan een van jullie hier op de wall. De mantelzorgorganisaties en de gemeente Amsterdam zijn vandaag ook aanwezig hier in deze live show. Zou ik even de wall mogen zien met de participanten alsjeblieft? Ja, we gaan even naar de participantenwall. Daar hebben we Wieke. Dag Wieke, goedenavond. We hebben Michael Seintje. Dag Michael Seintje, goedenavond. We zien Veronica van der Kamp. Hallo, goedenavond. Zij is van GAM TV. En ik zie daar in de hoek helaas geen naam eronder, maar ik zwaai lekker allemaal naar jullie. Hallo, fijn dat jullie er zijn allemaal. Ik wil gewoon heel kort met jullie in gesprek. Heel kort. Sharon Mounty, ben je er? Sharon Mounty? Ja, daar ben je. Lieve Cher. Ja, ik ben er. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Wat fijn dat jullie er zijn. Cher, jij bent een mantelzorger in Amsterdam Zuidoost. Voor wie zorg jij? En waarom doe je dat uit alle liefde voor die persoon? Nou, het is zo dat ik zelf 3 autistische kinderen heb. Ik ben alleenstaand en... Naast mij zit mijn buurvrouw die ook mantelzorger is. En wij zorgen eigenlijk ook voor elkaar. Dus wij proberen ook elkaar te steunen bij de kleine dingetjes waar we elkaar kunnen helpen. Dus ik ben vaak erg druk omdat ik de alleenzorg voor de kinderen heb. Mijn buurvrouw kan bijvoorbeeld heel goed koken. Dus ik zorg dat er boodschappen gehaald worden met de auto. En zij kookt een lekkere pan met eten. Dus wij zorgen ook eigenlijk voor elkaar. Dus we zijn mantelzorger voor elkaar en ook alle twee voor onze kinderen. Fantastisch, wat een prachtige unity. Ik zou zeggen, genieten jullie van vanavond. Jazeker. Dankjewel en bedankt voor deze uitnodiging. Fijne avond allemaal. Yes, graag gedaan. En ook Wieke van Markant zit er. Goedenavond, Wieke. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Wieke, Markant in Amsterdam Zuidoost. Een hele belangrijke organisatie als het gaat om mantelzorgers en ondersteuning geven aan mantelzorgers. Zou je in het kort kunnen vertellen wat jullie doen en hoe jullie die hulp bieden? Ja, we doen verschillende dingen. We zetten vrijwilligers in de thuissituaties om de mantelzorgers te ontlasten. Zodat ze even tijd voor zichzelf hebben. We geven themamiddagen en cursussen en trainingen voor mantelzorgers over allerlei verschillende onderwerpen. Zoals dementie, maar ook zorg voor jezelf. Het balanceren van de zorg voor jezelf en voor de ander. Levend verlies, financiële mogelijkheden. Nou, tal van opties. Dankjewel, prachtig. Ik moet zeggen, u heeft de afgelopen maanden kunnen stemmen op de mantelzorgorganisatie die voor u het beste is. Bijna aan het eind van deze aflevering zal Jacob Wedemeijer, lid van het dagelijks bestuur Amsterdam Zuidoost, bekend gaan maken wie de meest gewaardeerde mantelzorgorganisatie Amsterdam Zuidoost 2020 is geworden. Als het goed is, is Nathalie Sumter ook in de participanten. Ja, daar ben je, Nathalie. Hallo, ja, goedenavond. Ik ben hier, en Nathalie Sumter is. Met je kids? Met het hele gezin te kijken. Goed zo, heerlijk. En ze zien zichzelf in beeld. Dus dit is het moment. Dit is het awkward moment van thuiswerken. Maar jij praat, maar de mensen weten niet wie jij bent. Nathalie Sumter is van de gemeente Amsterdam. En waarom vond je het zo waardevol of eigenlijk noodzakelijk dat de viering door moest gaan? Nou, sowieso is dit stedelijk bepaald. Dit is gewoon de dag van de mantelzorgers. En dat kan niks stoppen. Die mantelzorgers gaan door. Dus pandemie of niet, de mantelzorgers moeten gewaardeerd worden. En ik ben super blij met de organisatie die ook zo uit de box kon denken. Want ik zit echt te genieten van wat jullie neerzetten. En ik hoop vooral dat de mantelzorgers weten dat ze gewaardeerd worden door de gemeente. En ik hoop ook dat ze weten dat ze bijzonder werk doen. En we zien jullie. En dit is, we waarderen wat jullie doen. Tijdens coronatijd heeft ook weer bewezen dat mantelzorgers gewoon echt superbelangrijk zijn.
Dus ik ben blij dat inderdaad in deze vorm toch nog iets door, kon gaan, hun waarderingsdag. Yes, dankjewel. Dankjewel ook dat wij in samenwerking met jullie dit prachtige event kunnen neerzetten voor de mantelzorgers in Amsterdam Zuidoost. En ik zeg altijd, en ietsje daarbuiten, want ik weet dat Noord er is, dat Oost er is, dat West er is en Nieuw-West er is. Dus we zwaaien allemaal naar de andere delen van Amsterdam Zuidoost. Ook in de participantenlink ga ik zwaaien naar Veronica van der Kamp van GAM TV. Yeah. Hello lady, how are you? Hello Nathalie. How are you? Veronica. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you. I hope you're enjoying the show this evening. Thank you very much. Okay. We gaan kijken, Veronica, naar a day in the life van jou met je zoon. Het leven tijdens corona met jouw zoon was niet even makkelijk. Heel kort, en dan gaan we kijken hoe het voor jou daadwerkelijk is als mantelzorger. Ja. Moeilijk, zwaar, soms you just don't know what to do, you know, so you are not really relaxed. Normal zwangerskap, normal befallen alles, maar als hij 3 maanden was, heb epilepsie. And no, how is fear in 20. I sit in a rooster, I can eat prata, and I looked oaknit. Vanaf maart tot juli was alles stil. Heb ik geen, if you niemand thuis, do alles zelf. Moet altijd voorzichtig zijn. Weet jij? Omdat ik heb een handicap zoon, ik denk niet voor mijzelf, maar voor hem. Dus ja. Ja, it's not so look me. Like my Ico family car, act net lands me. That he said what I need. On for him, you can hear net coma, hand be soak me. You know, before you are more relaxed, going out with him, doing things with him, like we plan for holidays to go. Vacancy park, we can't do everything, so like he's more home and they don't like to be also more too much home, they get frustrated, so he's more upset because he can't do the things he used to do, and as a mother I don't want to expose him too much outside or people to come close, so it's difficult. At this moment, it's heel moeilijk. It's heel moeilijk op die tijd. Want de kind begrijpt het niet. Eh? I heb een routine. Ik was in de summer years met my man. And in 2017 was I overleden. And then, yeah, and ik had echt niet alleen doen. Dus met de help in de ochtend. Want my son is ook echt druk. Yeah. En ik kan echt niet alleen doen. Ik moet echt de help krijgen. En nu is de school open. En ik kan ook soms naar de logeerhuis. Maar het is nog steeds niet... Because you don't feel so safe, weet je? Because it sits met ook andere kinderen. En soms misschien krijg ik horror. Oh, iemand heeft een infant, youth heeft corona of zo. So de school moet dicht. En ja, het is niet zo veilig meer als vroeger. Ja. Voor thuiszorg en zo, dan ik heb zelf gestopt. Omdat ik vind het niet zo veilig. Vanaf mid-maart, de school was ook dicht. Maar voor de help in de ochtend en s'avonds, zei ze, ja, wij kan gewoon komen, maar daar heb ik gezegd ook, nee. Ik wil geen risico nemen voor mijn kind. So dat en de thuiszorg en dingen heb ik zelf gestopt.
Ik ben voorzichtig. Voorzichtig. En bang. En ja, want jij weet nooit ja, wat iemand heeft. Weet je? En ja, je kind is handicap is genoeg. En jij wil niet, dat hij krijgt niets meer bij. You know, Kendra, ik weet elke ochtend, ik ben klaar, ik moet naar school. En dan, heel dark thuis. How can you explain to a child with special needs the changes? They don't get it. He's frustrated. Ik als moeder ben ook stress. En ja, it's a difficult time. Gesprekken, ondersteuningen, ja, met aanleiding, weet dat, mensen die problemen hadden of vragen hadden, ondersteuning hadden bij het invullen van documenten, formulieren, aanvragen die gedaan moesten worden. We hebben ondanks de corona toch geprobeerd mensen te helpen. Wat doet het met u om dit pakketje vanavond te bezorgen bij de mevrouw? Het doet me heel veel vreugd. Want zoals ik zei, zij is een van de kinderen van deze, uit dit gezin, die heel veel voor haar ouders doet. Ja, die anderen doen ook heel veel. Hè. Mevrouw Kolenbaks. Dag meneer Sintje. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles in orde? Ja, ja. Met jou? Zoals je weet, ik ben bijzonder blij dat jij als mantelzorg vandaag maar bezig bent. Mm-hmm. Vinnie Cultura heeft voor jou namens de Dag van de Mantelzorg en de organisatie daarvan een mooie voedselpakket. Okay. Ja, dan zet ik het even hier voor je. Ja. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het doet me wel wat hoor. Perfect. Ja. Nou, deze kant is. Mag ik nog wat zeggen? Ja. Ik ben Mike heel, heel, heel dankbaar vanuit mijn hart. Dat hij zoveel doet voor mijn ouders. Niet te emotioneel maken. Hè? Ja. Dankjewel, lieve schat. Ja? Oké. Okay. Ja, we spreken later. Ja? Doei doei. Doei. Nou, Mike, wat vond je ervan om dit te doen op deze dag? Weet je, het is altijd mooi. Ja? Vooral om mantelzorgers de erkenning te geven. Snap je? En dat zij de erkenning teruggeven, zoals je net zag, is altijd mooi en zelf een beetje emotioneel. Nou ja, het is top. Het is top. Ja. 10 november 2020 gaat een topdag worden voor de mantelzorgers. En zoals mensen zoals Graciela, gemeente, Xiomara, Zuidoost TV. Nou, top. Dank jullie wel dat jullie dit allemaal voor de bewoners, de mantelzorgers van Zuidoost mogelijk hebben gemaakt. Michael Seintje, dat doen we met heel ons hart. En jullie ook bedankt voor alle liefde die jullie elke dag geven aan de mantelzorgers in Amsterdam Zuidoost. Ik wil graag mijn mensen weer zien op het scherm. Ja, want dan krijg ik weer energie van goedenavond. Waar zijn jullie? Laten jullie eens zien. Laat me die handen zien dan. Hallo. Nog even, en dat is bijna ten einde. Maar we horen elkaar niet. Jullie horen mij wel. Maar ik wil dus heel graag toch wel iets voor jullie zingen. Al was ik niet Graciela Hunsel natuurlijk. Kan ik niet alleen maar presenteren. Moet ik toch ook wel iets uit mijn hart geven wat muzikaal is. Dus ik ga jullie vragen om met mij mee te klappen op deze manier. En lekker thuis. Gewoon, come on. Yeah. 1, 2. Ja?
Ja, mag ik ze zien? Ik zie mensen in het donker, die doen niks. Iedereen moet mee. It's a party, hè? It's a party. Come on, it's a party. Kom. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Doe met me mee daar thuis. You just call out my name, 'cause you know wherever I am, I'll come running to see you again. Hallo, zien jullie me daar thuis? Yeah, kom op Zuidoosten naar buiten. Winter, spring, summer, rock, fall. All you have to do is call and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You gotta, ik hoor jullie niet. You gotta friend. Ja, 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 wat prachtig. Een applaus voor jullie zelf daar thuis in die huiskamers. Want het is jullie dag, 10 november 2020. Dag van de mantelzorger, Amsterdam Zuidoost. Ja, het is een spannend moment. Een heel spannend moment. Dan gaan we even terug naar de participantenwall. Mogen we die zien? De participantenwall. Want in die participantenwall zitten de mantelzorgorganisaties die in Amsterdam Zuidoost liefde geven, raad geven en de mensen bijstaan. En daar heeft u, zoals ik het al voor de derde keer heb gezegd, de afgelopen maanden op kunnen stemmen. Welke mantelzorgorganisatie draagt u een warm hart toe? En vanavond hebben wij in ons midden Jacob Wedemeijer, dagelijks bestuur Amsterdam Zuidoost. Goedenavond, Jacob. Goedenavond, Katjella. Goedenavond. Fijn dat je er bent. En je bent er niet zomaar. Nee, ik heb een taak, heb ik begrepen. Dus die ga ik met verve uitvoeren. Ik wil net zeggen, een hele belangrijke taak. Want Jacob gaat de winnaar van de beste of meest gewaardeerde mantelzorgorganisatie Amsterdam Zuidoost, ja, ik hou van dat woord, Zuidoost 2020 bekendmaken. Dat ga je klopt. Gang. Ja, dankjewel. Ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn. Ik wil ook, ik denk dat Tanja al uitgebreid gesproken heeft over hoe belangrijk we jullie werk vinden. En dat kan ik me alleen maar bij aansluiten. Vorig jaar hadden we, als ik het goed had gelezen, meer maatjes als winnaar. Dit jaar hebben we een andere winnaar. Dus dat kan ik alvast even zeggen. Een organisatie waar ik heel trots op ben, waar ik heel blij mee ben dat ze er zijn en hun goede werk verrichten. Ik maak er gewoon meteen een eind aan. De winnaar is Markant. Hartelijk gefeliciteerd. Yay! En er is een award dus voor. Siomara, wil je even komen alsjeblieft? Wieke en je hele team van Markant, hartstikke gefeliciteerd. En dit is jullie award. Wat ontzettend fijn. Zeer dank verdiend, je. Zeer verdiend. Meest gewaardeerde mantelzorgorganisatie Amsterdam Zuidoost 2020. Gefeliciteerd. Dank je. En om het te vieren, Wieke. Vooral bedankt voor alle mantelzorgers natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En het geldt voor alle mantelzorgorganisaties, hè. Jullie hebben allemaal een steentje die jullie bijdragen aan deze belangrijke pilaar in Amsterdam Zuidoost. We gaan afsluiten. We komen wel terug zometeen, toch, Siomara, jij en ik? Want we moeten het glas nog hebben. Ja, hebben, heffen. We moeten het glas nog heffen op jullie. Maar we gaan eerst echt voetjes van de vloer met de one and only one-man band, Mr. Marlon Chona. Kom, give it up, yeah! Voetjes van de grond, oké. Odi, odi. Ja, we spreken elkaar. Hey, odi, odi, baya, faude. Odi, odi, sisa, fauta. Ik hoop dat u het allemaal goed maakt, dat u heeft genoten. Hey, odi, odi, baya, faude.
odio di si sa fauta. Ik heb wat meezingetjes. Misschien kunt u met me meezingen. Volgende nummer. Yeah. Wow, de. Dan gaan we hip, 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 hip. Hooray. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ik heb de tekst een beetje aangepast, hoor. Oké. Ik kwam je tegen. Ik werd verlegen. Ja, mama knort al dagen, dus ik wil je wat vragen. Hey, weet je, mag ook veel zijn hoor, oké. Heb je eten voor mij? Bruine bonen met rijst. Ik weet niet wat ik moet doen, ik kan niks zonder doekoe. Alleen dat maakt me blij. Heb je eten voor mij? Heb je roti met ei? Je weet niet wat ik moet doen. Ik kan niks zonder poen. Alleen dat maakt me blij. La 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 la. La 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 la. En weet je wat ook lekker is? Soep. Sopa de caracol. Delicatesse op de Antillen. Oké. Okay. Ja. En wat dan heb ik consu? Joepie pati, doe die man die gaan aan. Wat dan heb ik consu? Doe die man die gaan aan. Wat heb ik consu? Wat heb ik gaan aan? Wat heb ik consu? Wat heb ik gaan aan? Tu queres bailar, sopa de caracol. Lekkere krachtige soep. Yeah. Joepie, joepie. Zeeslakken soep. Yeah. Lekker. Con la cintura bebela. Con la cadera bebela. Si lo que quieres es bailar. Si lo que quieres es gozar. Tu quieres bailar. Sopa de caraco. Joepie pati, joepie pati. Pati. Yuppie pati, yuppie pati. Kent u vast wel, hè? Gaat u met me mee zingen? Samina mina, waka waka, Samina mina, samina lewa, anawa, Samina mina, waka waka, Samina mina, samina lewa, anawa, Django, Django, Samina mina, samina lewa, anawa, lekker merengue, oké. Oye, el negrito loco, todo lo que sucede. El negro no pede, el negro no pede. Está pensando en dejar a las mujeres. Sus males no tienen fin ni con vitamina. El negro no pede ni de noche ni de día. No entiende la situación ni lo que le pasa. Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar. Que se tranquilice. Lo que pasa es que Oké, wil ik afsluiten met een meezinger om je te bemoedigen.
liefde te geven, hoop te blijven houden. Ja, oké. Yeah, don't worry. Everything's gonna be alright. Think to me. Don't worry about a thing, yes. Every little thing is gonna be alright. Don't you worry, don't worry about a thing. Maak je zich niet druk, komt goed. Every little thing is gonna be alright. Listen. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds is by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Singing, people, listen. Ja, daar zit u goed. Maakt u zich niet druk. Well, singing. Singing, don't worry about the thing. People, don't you worry. Every little thing gonna be alright. Leef hoop houden. Don't worry about the thing. Vooral liefde geven bij jou. Every little thing's gonna be alright. Gonna be alright. Mensen, leeft u goed. Oké. Tamboom. Bye bye. Zwaai, zwaai. Een applaus voor Marlon Tjonakong, One Man Band. Laat me jullie zien in die huiskamer. En ik heb iemand gezien die is zijn trompet gaan pakken. En dat is Gijs. Gijs, laat je trompet nog even zien. Hallo daar. En ik zie een paar mensen daar. Die zijn helemaal dressed to impress. Ik zie daar Melita. Ik zie kindertjes zwaaien. En ik zag ook een hondje meegenieten. Dus het gaat goed. Zuidoost, hallo hondje. Zuidoost in al haar facetten. Geniet van deze dag, van de mantelzorg. We zijn aan het einde, Siomara. Ja, Graciela. Even kijken, gaat dat goed zo? Dat vast gaat, wel. Het gaat heel goed. Het gaat hartstikke goed. Ja, Graciela, vanaf februari bezig voor de mantelzorgers om deze dag onvergetelijk voor ze te maken eigenlijk. En ik hoop echt dat dit een onvergetelijke avond voor jullie is in deze rare tijd waarin wij leven. Maar wat ik eigenlijk mee zou willen geven als boodschap... Ja. Blijf geven. Absoluut. Blijf een ander ondersteunen. Ja. Want wie goed doet, goed ontmoet. Wij willen graag al jullie glazen zien. Want ik had gezegd, we gaan het glas heffen. Zeker. Ah, fantastisch. Fantastisch, mensen. Prachtig. En we gaan het glas heffen op jullie. De goede zorg die jullie bieden aan jullie naasten. Fantastisch dat jullie dat doen. Jullie zijn onze zonnetjes. En met al deze zonnen vanavond hier in de Zoom gaan we afscheid nemen. Het gaat jullie goed. Lobby Lobby, heel veel liefde. Het gaat jullie goed. Fijne avond. Fijne dag avond iedereen. Allemaal. Dag. Doei.